Heidi, vorige week zagen jullie allemaal hoe ik hoogstpersoonlijk vuur heb gegeten. Ja, dat was heel indrukwekkend. Absoluut, absoluut. Mm-hmm. Nu, die Dominique, die man die dat mij heeft aangeleerd, die had ook nog iets leuks voor jou in petto. Het was iets met een telefooncel en hij ging jou in 3 stukken verdelen. Nu, je ziet er mij wel nog behoorlijk heel uit, dus het is wel gelukt. Ja, het was heel spectaculair. We zullen kijken naar de beelden. Oké. Ja, spijtig van die paraplu, zeg. Ja, maar ja. Ja, helemaal krom. Dan kom je daar tegen, hè, in zo'n kot. Ja. Ongelooflijk, zeg. Maar ik vond het wel indrukwekkend, maar hoe gaat dat nu eigenlijk? Want, allee, hè, kom, het kan toch beter. Niet, hè? Ik heb Dominique beloofd om dat niet te vertellen. Maar ik kan je wel vertellen dat het pijn deed en dat ik er wel blauwe plekken aan heb overgehouden. Ah, zo. Dat wel, ja. Allee, goed. Maar het is gelukt. Het was in 3 delen. En we gaan eens kijken naar de tussenstand ondertussen. 4 voor jou, Heidi, en 3 voor mezelf. Dat is een hele mooie tussenstand. Ja.